Hoi, leuk te kijken naar deze video en welkom weer in een nieuwe boodschappen shopvlog. Today with my baby girl, met Brooke. Want je bent hier. Eigenlijk zou je papa moeten zijn, maar het is vandaag moederdag. Moederdag. Dus ze zijn even hier aan het chillen en toevallig komen en dan ook gelijk de boodschappen. En ze vroeg dat ze mocht helpen. En dat mag natuurlijk. Jumbo is dus weer langs geweest. Ik heb alles weer uitgestald. Deze week gaan we naar week 3 van Project Gezond. Tot nu toe bevalt het mij prima. Is mama lekker aan het koken de laatste tijd? Ja. Ja, gaat weer helemaal goed. Dus zelfs Pascal merkte dat hij was afgevallen. Dus niemand klaagt. Ik ben weer een half kilo afgevallen deze week. Dus zit nu op 1 hele kilo naar beneden. Het gaat niet zo snel als ik wil, maar het gaat wel. En dat vinden we natuurlijk weer een dikke plus. Het was €158,70. 75, zoiets. Zijn centjes, whatever. Dus we zijn wel weer rond de 150 euro gebleven. Dus wel weer rond mijn budget. Ik heb nogal moeite om het wat naar beneden te krijgen. Maar zoals je zal zien, heb ik ook best wel weer dingen in huis die gewoon wat luxe zijn. Dus nou ja, we doen het ermee. Zoals altijd wil ik jullie vragen in deze video een duimpje omhoog te geven als je deze video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op te blijven van de video's die ik post. En dan gaan Brooke en ik nu onze boodschappen laten zien. Are you ready? Yes. Yes. We beginnen bij het begin. Wat is dat? Broccoli. Ja, en kalkoenfilet. Het lijkt een beetje op kip, hè? Ja. Het is kalkoenfilet. Dit eten Pascal en mama morgen. Ik denk misschien dat Fleur een stukje mee eet. Maar als Fleur al mee eet, dan zal ze waarschijnlijk gewoon een klein stukje vlees willen. En dan doen we een gekookt aardappeltje bij. Het kan zo dat Fleur naar de werk gaat. En dat ze dan gewoon een ei of sausje of zo eet. Ja, dit zijn aardappelschijfjes, die komen zo pas. We eten een keertje, wat zit dit? Pasta? Pasta. Wat vond jij van deze pasta? Leuk, want er zitten kleurtjes. Er zitten allemaal kleurtjes in, hè? En dat doen we dan met zalm en met spinazie. En de zalm en de spinazie heb ik nog in de diepvriezer liggen. Dan hebben we een varkenshaasje en... Wat zijn dit? Spergiebonen. Spergiebonen. Die gaan we een keertje opeten. Met... ik weet niet wat erbij hoort. Had daar ook niet misschien gekookt aardappeltje bij gezeten. Maar we eten sowieso ook een keertje tartaar. Dat eet jij weer met ons mee. Dan heb ik er 6. Genoeg. Zo'n tartaartje. Met. Aardappeltjes. En. Wortels. Worteltjes. Dat eten we als goed op zondag. Wat eten wij altijd op zaterdag? Friet. Met. Snacks. En we eten op donderdag. Want dan komen jullie natuurlijk allemaal terug. Dat is ook helemaal vrijdag. En dan heeft Logan een vrij lange jeugddag voor de voetbal. Dus eten wat makkelijks. Namelijk broodje. Hamburger. Ja, dat vinden we altijd fijn, hè. Dus dan zijn we ook een beetje rond qua eten. Als het goed is, kookt mijn moeder op vrijdag, maar dat weet ik niet, anders haal ik daar nog wat voor. Dit zijn... Tomaten. En... Komkommer. Weet je wat dit is? Witlof. Witlof? Nee, knoflook. Ja. Knoflook, daar doet mama altijd van die teentjes van maken. Helemaal knoflook was op en ik ga kijken of ik deze in een potje kan doen. En dat ik dan mijn eigen knoflook kan laten groeien. Ja. Als je dat met één teentje doet, dan zou dat moeten gaan. Dus we gaan het gewoon proberen. Want mijn moestuintje gaat best goed, hè? Ja. Best leuk. Wat is dit? Weet je dat? Roastbeef. Roastbeef, goed zo. En dit is frikando. Het is eigenlijk een beetje... Frikando. Het lijkt op frikandellen. Hebben we... Het lijkt er niet op. Nee, maar de naam wel. Gewoon omdat we zakjes met z'n allen gaan lunchen. Dat is natuurlijk leuk. En ik dacht, mager beleg, een beetje afwisseling. Even wat extra's. Dit zijn natuurlijk een beetje de luxe dingen. Dit is parma ham. En dit is kipfilet of rood brood. We hebben kookroom en tomaatjes. Cherrytomaatjes. Sla. Sla, rucola sla en ijsbergsla. Geitenkaas, want daar heb ik een lunchreceptje voor. Vind jij geitenkaas eigenlijk lekker? Dat weet ik niet. Als ik het een paar keer geproefd en dan vind ik het niet echt lekker. Oh, dat vind ik niet echt lekker. Nou, dat is misschien wel leuk om al van de week even een keertje te proberen. Beetje geitenkaas met honing op een boterhammetje. Met de zongedroogde tomatentapenade. Dat heb ik van jullie vanochtend gekregen, hè? In een mooi kratje, zo'n tapenadetje. Dat is misschien wel lekker. Nou, super favoriet. Wat is dit ook weer? Kaas. Kaas vinden we lekker. En... smeerkaas. En... een toetje. Dus aardbeienkwark. Aardbeienkwark, ja. Daar gaat mama inderdaad een soort van toetje mee maken. Kwarkbollen stond er op het brood, weekmenu. Broodmix. Broodmix heb ik weer. Ja, ik heb er maar 3, want ik heb er nog een beetje. En doe mama altijd een beetje afwisselen, hè? Beetje bewit, een beetje bruin. Dus ik heb nog wat. Rijstewafels, die vind jij echt super lekker.
Wat eet jij iedere ochtend? Rijstwafels. Met? Salami pasta. Ja, altijd een rijstwafel met salami, altijd een rijstwafelpasta. We hebben ook nog. Kiwi. Kiwi, vind je ook lekker. Blauwe bessen. Ja. Een fruitbandje. Ja, een soort van fruitdingetjes. Dit is appel, ananas en druif. En ananas, kiwi en kantaloupmeloen. En kantaloupmeloen, druif, appelkiwi en aardbei. Mama heeft een paar keer op haar weekmenuutje staan dat ze een fruitsalade moet eten. En ik merk als dat erop staat dat ik het dan niet zelf ga maken. Dus dat ik gewoon een appel pak en dit is wat meer afwisseling. Is het saus? Dit is geen saus, het is sandwichspread. Weet je dat mama komkommer sandwichspread had? Ja. Dat heb ik nog steeds, maar nu heb ik ook een andere variant ervan. Dit is met allemaal kruiden erin. Is denk ik ook heel erg lekker. Wat is dit? Boter en worst. Eet jij dat? Soms. Ik vind het wel lekker, maar niet echt vaak. Ja, ik meet wel salami. Hè. Mijn salami heb ik nog liggen. Dit is... appelstroop. Ook lekker. En... druiven. Hierachter ligt nog verstopt een netje met... citroenen. Er zijn geen citroenen. Ja. Dit zijn... Sinaasappels. Sinaasappels, ja. Druiven, bananen. En een beetje naar het ongezonde. Weer van die pindakrunchjes. Die waren lekker natuurlijk. Ja, daar ben jij natuurlijk echt super blij mee. Maar die en deze, dat was een aanbieding bij de, om je bezorgkosten gratis te krijgen. Ja. Als je daar voor 7,50 euro, dat is eigenlijk niet normaal dat het 7,50 euro kost. Maar dat is voor 7,50 euro aan dit soort dingetjes kocht. Dan werden de boodschappen gratis bezorgd en de boodschappen zijn 6,50 euro. En nu heb ik daar dan voor 1 euro eigenlijk extra, heb ik dan twee producten. Dus daarom wilde ik dat zo doen. Eieren. Een heleboel eieren. Want echt, de eieren gaan ontzettend hard. Echt, ik moet vakantie collegegeld over inleveren om eieren te kunnen kopen. Maar we vinden ze super lekker, hè? Ja, wij eten heel graag gekookte eitjes, gebakken eitjes. Nou ja, dus we hebben nu... Soms zit er een veertje op. Ja, soms zit er een veertje op, hè? En bij deze niet zo. Dit zijn de witte, hè? Dus meestal bij die huidskleur bijna, ja. Wat hebben we hier nog? Kristal clear. Een heleboel kristal clear, want dat vinden we allemaal wel lekker. Jij doet ook wel eens een glaasje af en toe, hè? Ja. Niet zo heel vaak, maar... Maar die is vies. Ja, is een beetje smerig. Cashewnootjes, want we houden ook van nootjes. Die kreeg ik er gratis bij. Dus kijk, het was een aanbieding. Pink. Ja, het heet Pink Cranberry. Het is gezond. Ocean Spray Pink... Ja, de cranberry zou gezond moeten zijn, mag ja. Mag die ook? Ja hoor. Een bron van vitamine C, laag in calorieën, bevat geen conserveringsmiddelen en bevat geen kunstmatige kleuren en geurstoffen. Dat klinkt wel alsof het heel goed is. Oh, je kunt er ook een gin tonic van maken. Nou, dat is misschien een beetje te gek voor jou. Je bier. Je mag van mij toch nog geen alcohol drinken? Nee. Nee, maar het ziet er wel heel lekker uit. Oh, liever geen alcohol. Ik ga voor alcoholvrije gin. Het ziet er wel heel cool uit. Dan moet je gewoon dit en dit bij doen. Wat moeten we erin doen? Gin, maar ik kan ook gewoon iets anders van maken. Citroensap. Ijsblokjes. Ijsblokjes, citroenschijfjes. Ik heb geen citroenschijfjes. Mix met gin, citroensap in een hoog glas gedoken. Nou, leuk. We kunnen wel even kijken. En het boekje erbij. Pascal. Die is ook niet voor Pascal, die is ook bijgekregen. Pascal drinkt eigenlijk ook geen bier, hè? Lekker weer is Radler. Nieuw wit bier. Maar het is wel 0,0. Dus er zit eigenlijk, het smaakt naar bier, maar er zit geen alcohol in. En dat waren al onze boodschappen. Oh, ik vergeet zomaar het belangrijkste van allemaal. Schoolkoekjes. Ik heb maar twee doosjes gekocht. Dus ik heb de mini stars met melkchocolade. En deze. En de mini stars black and white. Toch, deze is een beetje andersom. Kijk, want deze is die. Ja. En dan de witte zit eronder, maar die zit er boven. Ja. En die vind jij heel lekker. Dat zijn denk ik jouw favoriete schoolkoekjes, hè? Ja, denk ik het ook. En die ook. Die zullen ook heel erg lekker zijn, ja. Dus dat was het voor al onze boodschappen. We gaan hier weer een hele week lekker van smikkelen en smullen. Of eigenlijk vooral mama. Want jij bent nog een paar dagen bij papa straks, hè? Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag ga ik naar je toe. Ja, donderdag kom je naar mij toe. Dus dan gaan we lekker de broodje hamburger eten en friet met snacks en zo. Dus dat is dan alles wat ik nu ook nodig heb voor de derde week van Project Gezond. Tot nu toe bevalt het prima. Ik heb geen honger. Toch val ik af. Ik voel me eigen goed. En ik voel me eigen goed. Dus we zijn weer helemaal de gezonde toer op. Want dat willen we. We willen gezond en sterk worden. Ja. Yo. Dus alles zet ik onder in de beschrijving wat we per dag gaan eten. En eventueel linkjes naar de receptjes als ik die kan delen. Wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als je deze video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan zie ik jullie in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Fijn weekend. Doei. Doei.